Oh my god, moet ik weer een nieuwe maken? Wat vreselijk. Dan gaan we maar een minuut maar bij je. Dan ben je 5 minuten zien overleven. Vreselijk. Oké, dood, daar ben je dan weer. Als er iets gebeurt. Oké, ik heb dus. Ik ben dus nu hier. En ja. Oké, dit is dus de gordijn. En dit ben ik, hallo. Wat nou als ik nu mijn middelvinger opsteek? Doe even normaal, man. Ik zie niks. Gast, ik hoor ook de hele tijd niks. Ik hoor gewoon echt niks. Niks, ouwe. Ik hoor niks. Dit is gewoon vreselijk. Vreselijk dat hij uitging. Nee. Doe dat licht aan. Ik zie niks. Ik zie niks door die schaduw. Kom op. Dit is toch verschrikkelijk, ouwe. Ik ben gewoon bang, man. Allemaal rillen over mijn zwarte hoofd heen. Dit is gewoon verschrikkelijk, ouwe. Ik wil je niet. Ik wil je niet. Ik wil je niet zien. Dit is toch om te huilen, man. Ik voel dat hier wat is, maar ik weet niet meer wat het is. Ik wil echt paniek opdrukken. Ja, ja, ja. Ja, hij gaat af, ouwe. Hij gaat af. Nee, man, ik hoor niks. Ik hoor de hele tijd werkelijk dingen afgaan ook. Jullie zien me niet. Ik hoop echt. Ik hoop dat als dit nou goed gaat. Dan heb ik het overleefd. Kijk eens, dit is. Jullie zien me alleen maar zo'n beeld. Maar dan ben ik er weer. Kijk eens, dit is dus. Dit is dus nu waar ik dus slaap. Oké, vreselijk, ouwe. Echt vreselijk dit. Doe dat ding eventjes omhoog. Echt vreselijk dit. Ik wil dit gewoon niet. Ja, oh, oh, hij gaat af. Hij gaat serieus af. Ik hoor dat ding nog niet afgaan, ouwe. Dit wordt zo karma. Dit is echt om te janken, Jacobo. Wat een Jacobo ben je dan toch. Als iemand een schele loopt te laten, misschien zelfs Timber of Promes, dan werkt het ook niet meer. Dit wordt vreselijk. Ik wil nu ook gaan drukken. Als hij nog 1 keer afgaat, ik ben er klaar mee. Ik ga op die knop drukken, 100% zeker. En dan ga ik op die knop drukken en dan komt Josje zo snel mogelijk naar me toe. Dat belooft hij. Oké, kijk eens, er is nog niks engs hier aan. Het enige wat we dus lopen is dat... Zie ik er nou nog een daar? Ik zie niks. Ik hoor werkelijk niks. Er moet hier gewoon niks in deze kamer zijn. Dit is gewoon belachelijk. Er kan hier gewoon niks zijn, dat weet ik gewoon zeker. Of het is Josje of het is een of andere mongool. Kijk eens, ik wil dit niet. Lucas, kom op. Fuck you, man. Trek het zo tering slecht. Oh, wat ben ik blij, gozer, dat jij er weer bent. Kijk eens, we hebben nog 6 minuten. Ik hoop dat dit echt goed gaat. Sinds we nu weg zijn gekomen is dit echt dramatisch. Jeetje! Ik hoor hem nog niet afgaan. Gelukkig maar dat hij niet is afgeschreven. Oh mijn god, dit is toch verschrikkelijk. Schijn. Lucas, geef mij nou maar die camera. Kom op.
het scheiden voorlopig en dan gaan we ervan door. Oké, okay. Zijn ze nu klaar? Je weet het. Wow. Gans, wat is hier aan de hand, ouwe? Oké, Toot, we moeten dit samen oplossen. Open die fucking deur, er wordt daar gewandeld. Doe even zijn lichaam, want dan zijn we beter te zien. Oké, 3, 2... Yo, gozer, er is niemand. Ik wil gewoon weg. Ik ga nu drukken. Toon maakt gebruik van de paniekknop. Dus Josje wordt gealarmeerd. Oh my god, er is wat gebeurd met Toot. Wat dan? Hij heeft op de sms knop gedrukt in één keer. Ik weet niet waarom dit is, maar ik ga hem nu zoeken. Toot. Toot, what the fuck doe jij daar? Gozer, ik schrok me helemaal kapot. Van de schaduw daarboven. Ik wil hier gewoon weg. Dit is verschrikkelijk. Vind je ook niet, Josje, als zij hier zal zitten? Ja, natuurlijk. Het is Toot niet gelukt om 10 minuten het mysterie te achterhalen. Maar wat zal er volgende week gebeuren in de horror? Dit was volgens mij aflevering 36.